Hey, ik ben Jessica, de fietsvlogger. Samen met Jamila fiets ik 3 dagen langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een verdedigingswerk dat tot 1940 het westen van Nederland beschermde. Het is een gebied vol groen en water. Via een knooppuntenroute fietsen we langs vele forten en betonnen schuilplaatsen, maar ontmoeten ook een hoop moderne fortwachters. Op dag 2 fietsen we van Utrecht naar Leerdam. Spring maar, achterop! Goedemorgen, het is een nieuwe dag. We hebben net lekker ontbeten buiten. Het is al goed warm, dus stralend. En vandaag fietsen wij van Utrecht, daar ben ik nu, dit is Hotel Midsland, naar Leerdam. We zijn nu aangekomen bij Fort bij Vechten en normaal mag je niet fietsen trouwens, dat is even als uitzondering, want nou ja, hè, we maken een filmpje. Maar het is natuurlijk wel gaaf om zo langs een fort te fietsen. Wat was er zo uniek aan het watersysteem, de Hollandse Waterlinie? Dat was in principe dat men het land 40 centimeter onder water kon zetten. 40 centimeter was in principe genoeg om de vijand tegen te houden. Ze konden er wel doorheen lopen, maar zo gauw ze bij een sloot of een slootje kwamen, zakten ze weg. Deze ruimte waar we nu voor staan, zat op onze 70 manschappen. Die moesten natuurlijk allemaal naar het toilet en er gingen er een gedeelte aan deze kant en een gedeelte aan de andere kant. In de nissen kon je met z'n vieren zitten en hier kon je met z'n achter staan. Dat kon allemaal, omdat we hadden in principe alleen maar mannen hier zitten. Er zat 1 vrouw, dat was de wasvrouw, maar die onderhield de kleding van de commandant en die was dus erg behulpzaam in de ziekenboeg. Verder hield ze dus eigenlijk, leefde ze op de dag wel op het fort, maar 's nachts was ze buiten het fort. Hier een mooi plaatje van de flankbatterij aan hier beneden. En je hebt hier beneden ook een beetje het zicht hoe het begroeiing was. Met eerst de doornstruikjes en daarachter de willige boompjes. En hierboven de willige struiken. Zodat je van de buitenkant eigenlijk kon zien dat het een bos was. We hebben hier een prachtige doorgang gemaakt voor jullie om jullie even boven te laten zien hoe het water opgevangen werd. Doordat het water hier doorheen sijpelt, druppelt, wordt het gefilterd en heb je beneden een schoon drinkwater. Dus dat was het water wat men gebruikte als drinkwater en om het eten te koken als het nodig was. Ja, zo uniek dat ze dit gemaakt hebben op deze manier. In die tijd, en ik vind het getuige van vakmanschap. En direct na het fort gaan we lekker kersen plukken, want we hebben nu al trek. Dus je mag hier zelf je kersen plukken. Hier, daarboven allemaal. Hier en hier boven je hoofd? Oh, boven je hoofd ook echt heel veel. Hier zo? Ja. Het moet wel een beetje leniger zijn, maar... Ja. Dat is echt de gouden hoek. Hier zijn natuurlijk al heel veel mensen geweest. Lekker. Die van beneden zijn natuurlijk al geplukt. Dus inmiddels hangen de beste bovenin. In deze rij moet je er even wat voor doen. Maar dan heb je dus wel lekkere kersen. Ja, je zei de beste is met het steeltje. Beste is met steeltje, ja. Thank you.
zijn hier bij Fort Berk aan de Korte Uitweg. En hier kun je slapen in een pipowagen hier achter me. Je kunt hier ook vanaf 1 juli je tentje weer opzetten. Zo'n natuurcamping van Staatsbosbeheer. Mooi stuk, mooi plekje, lekker rustig. Van brouwerij Duits en Lauret. Welkom op Fort Everdingen, de thuisbasis van onze brouwerij. We zijn nu bij het laatste fort van vandaag, Fort bij Everdingen. En er is hier een bierbrouwerij. En het water dat hier gefilterd wordt, nog op de oude manier, dat zijn ze nu ook aan het kijken of ze dat voor het bier kunnen gebruiken. Nou ja, ze gebruiken het al voor het bier zelfs. Maar wat ze verkopen, dat nog niet. Maar ja, ze zijn dus bezig om dat straks te kunnen gebruiken. En die ruimtes hier zijn natuurlijk allemaal heel vochtig en zo. Dus wordt ook onder andere gebruikt voor blauwe schimmelkaas die dan daar wordt opgeslagen. Dus dit oude fort heeft weer een hele nieuwe bestemming gekregen. Ja, de toren is dus het oudste deel. Daar is het allemaal mee begonnen. Waar we nu lopen, dat was eerst de fortgracht die eromheen lag. En 1842 zijn ze begonnen met bouwen. In 1870 of zo, na de Frans-Duitse oorlog, kwamen ze erachter dat die eigenlijk al niet meer voldeed. Dus de muren die je hier ziet aan deze kant zijn 3,20 meter dik. Maar dat was dus al niet meer sterk genoeg. Dus hebben ze de gracht gedempt waar we nu lopen en hebben ze die ring eromheen gebouwd, de contrescarp. Dus was meteen al een heel deel van die functie van het fort was al weg, want al die kanonsgaten die stonden op jezelf gericht. En heel veel van die functies die normaal in het fort zaten, die werden nu in die ruimtes hier onder die plaats. Er is al best heel veel aan het herstel op zich. Ja, we hebben ook een consolidatieplicht, maar weet je, het is relatief makkelijk om dit bij te houden als het natuurlijk verder geen functie heeft. Dus ja, gebruik het bij rondleiding. Je kan mensen ook niet zomaar alleen hierin laten. Je kan overal instorten en er zijn geen hekjes of andere dingen. In een bunker, zo'n oude bunker die je overal in het landschap ziet als je fietst. En zo claustrofobisch is dat dan. Het is donker, het is nat, het is echt. Hierachter zelfs. Ik kan hier nog ineens zien wat. Jullie zien mij zelfs hier niet. Je zou hier dan maar al die tijd gestationeerd zijn, hè? Dat je in zo'n oorlog. Het is heel klein. Het is wel fijn dat ik kort ben. Ik ben 1,58 en kan er precies nog in, zie je? Als je 2 meter bent, dan. Ik zit liever op de fiets. Iets wat ooit gebouwd is voor oorlog. Daar kunnen we nu juist in alle rust van genieten. En juist daardoor kunnen we in alle rust genieten. Dus wel heel mooi dat zoiets, eigenlijk iets wat ja, niet zo positief was, dat we daar nu wel iets heel positiefs van hebben kunnen maken. Elk fort heeft weer zijn eigen charme. En het is gewoon echt een bijzonder
Ik wilde zeggen bijzonder plekje in Nederland, maar het is niet één plekje. Het is een hele waterlinie. En juist met al die forten, die zijn vaak van natuurmonumenten of Staatsbosbeheer of een andere organisatie. Waardoor er ook vaak een heel mooi natuurgebied omheen zit. Ja, ik vind het echt een aanrader, deze tocht. Ja. En misschien nog fijn om te weten, je kunt ook bagagetransport boeken. Dus dat gewoon al je spullen mee worden genomen van hotel naar hotel. Slaap wil je liever niet in hotel slapen. Er zijn ook kampeerterreinen, natuurkampeerterreinen, mooie plekken gezien. Je kunt ook op sommige plekken dus bij een fort kamperen. Dus dat kan ook. En denk je van, want ja, het is natuurlijk route van A naar B, van begin naar eind. Maar je kunt er ook een rondje van maken. Dat staat ook nu op de website van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de fietstocht. Dus dan kun je 7 dagen een hele rondje doen. Dus dat is ook wel mooi. En er zijn ook reisorganisaties die het aanbieden. Ja, alvast veel fietsplezier natuurlijk. Doeg! Er gaan wel verhalen dat mensen denken dat de Eerste Wereldoorlog, dat we neutraal zijn gebleven vanwege de waterlinie. Dat we het onbereikbaar waren en dat ze ons maar oversloegen. Maar goed, dat weten we nooit zeker of dat de reden is geweest.